Al voordat Erik Odijk Kasteel Doorwerth gezien had, wist hij dat hij daarvoor het project Een Zacht Geruis een ingreep in het aangrenzende landschap wilde doen. Het onderwerp van die ingreep diende zich aan al bij zijn eerste bezoek aan het kasteel. Strijd, daar moest het over gaan. De verwoesting van het kasteel in de Tweede Wereldoorlog was de uiteindelijke aanleiding voor zijn ontwerp. Twee tegenover elkaar liggende loopgraven met daartussen een zee aan bloemen. Aan het uiteinde twee zwerfkeien. Geallieerden beschoten het kasteel in 1944, toen de Duitsers het als strategische plek hadden ingenomen. De Duitsers zochten hun toevlucht tot een plek die uiteindelijk niet veilig bleek. Net zoals veel militairen zich, met name in de Eerste Wereldoorlog, verschansten in loopgraven waar zij meestal de dood vonden. De loopgraven interesseren Erik vanwege de strategische vergissing die zij vertegenwoordigen. Uitgevonden als een manier om zich even terug te kunnen trekken uit de strijd, hebben zij juist veel slachtoffers veroorzaakt. Inhoudelijk gaat het Erik niet om de loopgraven zelf, maar om wat die in bredere zin vertegenwoordigen. Het verschansen in het eigen gelijk en geen gesprek aangaan. Hij ontwierp een monument voor strijdende partijen met als doel op te roepen tot dialoog. In zijn ontwerp kun je vanuit één loopgraaf tussen de bloemstelen door naar de tegenoverliggende loopgraaf kijken, bespied door degene die zich daar schuilhoudt. Om tenslotte tegenover elkaar plaats te nemen op de zwerfkeien. Een daadwerkelijke ingreep in het landschap bleek vanwege vergunningen niet haalbaar. Aanvankelijk een teleurstelling, totdat Erik zich realiseerde dat in de ontwerptekening het idee en de vorm al zijn samengekomen. Het landschap is in zekere zin al ontstaan, nog voordat het wordt uitgevoerd. Om het voor het publiek beleefbaar te maken, tekent Erik het ontwerp in groot formaat op de muur.